Dames, ja, Nadine en Joy, jullie hebben wel iets gemeen, want jullie hebben allebei iets met een blad natuurlijk. Jij met de FHM, Joy. Hoe ver ben jij ondertussen met het buurmeisje? Vanmiddag stond ik nog derde, dus het gaat nog niet te goed. Oh, dus bij de laatste... Ik moet bij de laatste team blijven, dan is het goed. Oh, oké. Okay. En wanneer wordt dat ongeveer bekend? 1 mei is de bekendmaking van de top 10. Oh, spannend. Dus, ja. Dus als je nog... doe even een momentje voor jezelf. Ja. Oké. Okay. Lieve mensen... Vrouwen, mannen, maakt niet uit. Stem alsjeblieft aan mij. Dat kan door middel van sms BM spatie Joy Jojo naar 5030. Of ga naar de site fambuurmeisje.nl en stem op mij via Facebook. Kijk. Via klikken. Nou, allemaal via telefoon pakken, jongens. Ja, dan gaan we. Volgens mij gaat het goed komen. Ik hoop het. Maar ja, het zijn best wel Playboy en FHM natuurlijk twee grote bladen. Maar is dat vaak eenmalig of zo? Ik neem, of ga je volgend jaar bijvoorbeeld weer meedoen met het buurmeisje? Nee, ik zou volgend jaar niet meedoen, nee. Nee, waarom niet? Is dat, Nou, ik heb het nou geprobeerd en ik hoop goed dat het me ver kan brengen en me kansen kan bieden. En jij, Nadine? Ik heb ook aan FHM buurmeisje meegedaan. Maar ik heb de sprake van 3 jaar geleden, maar ik heb mijn eigen teruggetrokken. Want ik hou niet van dat sms stem op mij. Dus toen ben ik ermee gestopt. Ik zat ook in die finale, toen ben ik verdwenen. Helemaal, was het? Ja, ik wilde niet meer. Hm. En Playboy, ja, voor mij is het niet... of ja, eenmalig, ik weet het niet. Misschien. Ik zeg niks trouwens. Of is er nog een ander blad waar je graag in zou willen? Er komt nog een blad uit. De deze maand of zo. Geloof ik. Of volgende maand. Ja, de hockey. Ja, nee, de tattoo. Het is de tattoo, Jordi. Oh, tattoo, sorry. De tattoo. Ja, in mijn tijd was de hockey. Nee, de tattoo. De bobo. Ja, de bobo. Ja, wauw. Inderdaad. Ja. Ja, die doet geen naakt, hè. Dus dat, nee. Dat weet je nou. Bobo, die kan er wat van, hoor. Die heeft alleen een shirtje aan. Dus dit gesprek gaat helemaal de verkeerde kant op. Ja. Maar is er niet bijvoorbeeld iets anders waar je zegt van, nou, dat vind ik echt leuk. Maar ja, dat kan van alles zijn. Nee, ik doe meer. Dingen. Volgende week komt er volgende maand een DJ-tijdschrift uit. Sta ik ook in, samen met Sint. En nog een paar andere dingen, joh. Dus, nee, Playboy is gewoon voor de baai. Heb ik gewoon hobby. Sorry. Hobby? Ja, maar je hebt een hobby. Ik bedoel, als ik zie waar je allemaal naartoe gaat, dat is toch geen hobby meer? Nee, dus, maar dat heeft niks met Playboy te...